Ik wandel nog steeds de GR5A, de wandelronde van Vlaanderen, die ruwweg de grenzen volgt van het oude graafschap Vlaanderen. Vandaag trek ik oostwaarts de Vlaamse Ardennen door, van Rontse naar Gerasbergen. In totaal leg ik in ongeveer acht uur iets meer dan 35 kilometer af. Op zondag is de busverbinding vanuit Rontse niet optimaal. Ik besluit daarom met enige pijn in het hart. Een stuk van de route die ik eerder al liep over te doen, maar dan in omgekeerde richting. Dat beklaag ik me gelukkig niet, want aan de stadsrand bots ik op een eigenzinnige stoepcreatie die ik bij mijn vorige passage heb gemist. Ter plekke let ik vooral op het bloempotkapsel. Pas thuis valt me ook de patente Yorkshire Terrier op. Op de zuidflank van de Muziekberg kom ik voorbij kapel Lorette, met daarnaast een heuse Lourdesgrot. Verwarrend genoeg is de op de knieën gevallen Bernadette haast identiek gekleed als de aanbeden moedergods. Even vermoed ik autodevotie, tot ik een stapje dichterbij zet en mijn vergissing inzie. In LSL herken ik een zandwegel en weet me opnieuw op de officiële GR-route. Ik kruis een ouder koppel, we knikken elkaar toe. In een Waalse voortuin houdt onder een apenboom een pinguïn de wacht. Onder een stralen hemel loop ik richting Pottelbergbos. Dat bos dwars ik op holle wegen, een typisch landschapskenmerk in de Vlaamse Ardennen, weet een infobord. En in de volgende groene long, het Brakelbos, emuleer ik uit wildgebrek, zelf taxgewijs het reerpad. De glooiende weg naar het Livierenbos is een aanzicht waard. Het langgerekte bos zelf helaas valt me enigszins tegen. Het pad snijdt het geboomte lijn door midden, wat wel een fijn verdwijnpunt oplevert, maar ook snel monotoon wordt. Niet veel verderop bereik ik al het Hayesbos. Daar is dat onthaal veel minder positief. Ik geef de boom zijn zin en trek fluitend verder over oude kerkwegels, naar de volgende getuigeheuvel, met daarop het steenbergbos. Het landschap voelt oeroud aan. Ik zit met mijn hoofd nog helemaal in het eertijdse als plots een vierspan paarden de bocht omkomt stuiven. De hond blaft me niet toe, toch wijf ik hem na. Ik ben aanbeland op het grondgebied van Brakel en loop tussen aardappel, bieten en graanakkers richting Zarlardingen. Naast het kerkje daar donderen de muren me toe. Het is de mensen vastgesteld eenmaal te sterven, waakt, want gij kent nog dag, nog uur. Niets is vanzelfsprekend. Toepasselijk kom ik daarna uit op het kerkhof, een adembenemende plek met erg passende kunstwerken. Vooral afstamming van Hans Klaus weet me te raken. Voorover Boelare wordt het landschap zo mooi dat het pijn doet. Ik passeer hier ook geen zonneschijn, overwoekerd door meer dan de lockdown alleen, lijkt het wel. Een keuken steekt verschrikt een gezon over. En dan bereik ik het jaagpad naar Gerasbergen. Het overvalt me, komende van de Leiestreek over de Schelde en nu aan de Dender. Het is genieten aan de waterkant. En na een kleine twee kilometer zie ik op de rechteroever de Sint-Bartholomeuskerk opreizen. Ik trek het centrum niet in en red me meteen naar het station. Het is al laat, de rit huiswaars duurt wel even en een trein kondigt zich aan. Toch kan ik het niet laten bij een nog even snel een selfie te schieten. Moe en gaar vat ik de terugtocht aan.